Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video hier op het kanaal van Blog4Lives. En dit keer gaan we kijken naar een paar ongebruikte video's. Ja, en video nummer 1, dat is al van een tijdje terug. Want toen sneeuwt namelijk, dus dat is alweer van december 2016 waarschijnlijk. En wat doe je als het sneeuwt? Precies, je bouwt een sneeuwpop. Dus dat hebben we ook gedaan. Then you know it's Christmas. When the snow starts to fall. Then you know it's Christmas. For the children above all. Jammer dat het voorlopig niet gaat sneeuwen, want het was echt super leuk om een sneeuwpop te gaan maken. En vrij uniek, want dat kan niet elke winter. En dan nu video nummer 2. Hey, stelt niet scherp. Ja, toch wel. En dan nu video nummer 2. En die is eigenlijk van kort geleden, want we hebben hier een boom in de tuin en die moet één keer in het jaar gesnoeid worden. En wie mag dat doen? Ja. Ik natuurlijk. Dus ik moest letterlijk de boom in. Ja, de laatste tijd upload ik niet zo heel veel meer. En ja, excuses, sorry. Normaal gesproken zijn er 2 video's per week, nu maar 1 video of misschien helemaal niks per week. Sorry. Maar ik heb het gewoon ongelooflijk druk. Ik doe nog heel veel andere dingen naast YouTube. Nou ja, als je natuurlijk wil weten waar ik verder mijn tijd aan besteed naast al het YouTube, laat het dan hieronder weten in de reacties. Misschien doe ik dan binnenkort wel daar een Q&A van als er genoeg reacties komen. Oh, en we hebben al bijna de 200 abonnees, dus blijf abonneren hieronder. En dan doen we waarschijnlijk binnenkort een weggeefactie. En dat wordt waarschijnlijk een drone. Voor nu, vond je het nou een leuke video? Doe vooral een blauw duimpje omhoog. En abonneren, dat kan ook via die ronde knop hieronder bij mij. Hi. En bekijk ook eens deze 2 video's. En dan zie ik je binnenkort weer bij een nieuwe video. En ik ga echt mijn best doen om wat meer te uploaden weer. Dus tot de volgende keer.